klaar. Hij is er is niemand. Hij is 44 jaar geworden, dus Harald, van hartelijk gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog vele jaren erbij in goede gezondheid. En ik mag hopen in een betere wereld dan we nu leven met z'n allen. Voor de rest is het ook een droevige dag voor mij. Het is een dubbele dag. Ja, je zoon is jarig, maar daar ga je niet naartoe, omdat hij je niet meer moet. En ik ga niet op mijn knieën leggen om mijn excuses voor iets aan te bieden. Wat ik niet gedaan heb en dat meneer zijn zin wilt doordrijven met zijn waarheid, wat hij gelooft. Ja, kind. Ja? Wat moet jij te zijn, mama? Wacht, nee, niet wegdraaien. Ik wil je oogjes vrij hebben. Kom eens hier, kind. Oogjes vrij. Oogjes vrij. Ja, oogjes vrij, hè? Kom eens hier. Hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag, de 20ste van de 2e 2024. En we leven om 12:52. Mijn liefhebbende zoon. Nou ja, ik hou wel van hem, maar hij houdt niet meer van mij, moet ik zeggen. Want hij wil me niet meer zien. En ik ben geen moeder meer voor hem. Hij zal jij en jou zeggen, terwijl ik ze allemaal met u heb grootgebracht. Ook wil hij geen mama of ma of moeder zeggen. Nee, hij wil me gewoon bij mijn naam noemen. Nou nee, ik ben zijn moeder en ik ben niet zijn leeftijdgenoot. Ook al mag hij... hij is van 1980, ik weet niet eens hoe oud hij is geworden. En 43, 44 jaar is hij. Maar dat gaan we even uitrekenen. Ja. Even de rekenmachine. Moet hij wel aan willen? Of is die leeg? Oh, daar was die. Ja, goed. We leven in 2024. Min 19. 80. Houd je wafel! Is 44 jaar geworden dus. Ja. Nou, rijken klaar. Er is niemand. Hij is 44 jaar geworden, dus Harald, van hartelijk gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog vele jaren erbij in goede gezondheid. En ik mag hopen in een betere wereld dan we nu leven met z'n allen. Voor de rest is het ook een droevige dag voor mij. Het is een dubbele dag. Ja, je zoon is jarig, maar daar ga je niet naartoe, omdat hij je niet meer moet. En ik ga niet op mijn knieën leggen om mijn excuses voor iets aan te bieden. Wat ik niet gedaan heb en dat meneer zijn zin wilt doordrijven met zijn waarheid, wat hij gelooft, terwijl het één gebaseerd is op één leugen. Hou nou eens, Rijka! Erwin komt binnen, dus ja. Rustig nou eens een keer. Maar in ieder geval, Elwing ook. Elwing. Maar ook is mijn schoonmoedertje hard, moet ik zeggen, hard vandaag jarig kunnen zijn. Ja, mijn schoonmoedertje, van harte gefeliciteerd. Vier het samen met Jack erboven. 7 jaar geleden waren we bij je. Met z'n tweeën. Alweer, klaar nu. Toen waren we nog bij je en ja. Alweer toch. Alsof je Erwin nooit ziet. Ja, zo gaat dat hier, hè? Ik kan niet eens die vertrokken vlog openen hier met die gekken. Elwing! Elwing! Is dat nou zo netjes van jou om dat te doen? Elwing!
jou. Hé, hey, Wout. Doe even normaal. Ja. Normaal doen. Wout. Maar in ieder geval, ja. Dat, ja, het is een beetje bizar dat, dat mijn schoonmoedertje er niet meer is. Kan er niks aan doen. 7 jaar terug, maar ja. In ieder geval, toen waren we er nog. En nou moeten we het zomaar vieren. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik geniet jou hoor. Geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Gaan wij hier aan deze kant ook doen. En ik zou zeggen, geniet ook een beetje met ons mee. En tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik denk, ik pak jullie er weer even bij. Want ik heb enkel van, nou ja, het begin van de middag eventjes jullie erbij gehad. Toen Erwin binnenkwam met veel stompijn van de meiden. En ja, dat hij wegging, heb ik eerst even een film van een dik uur gezien. Tenminste, een film. Ja, het is een film. Tuurlijk, je maakt een film. Een vlog voor Karin. Die geloof ik nog niet online is, maar ik heb hem wel al gezien. Daar heb ik dus mijn zegje op gedaan via WhatsApp. En toen keek ik op de klok, want ik zou nog meer willen doen. Maar daar is niks van gekomen, want eerder ik dat beneden heb, want ik moest dat ervoor naar boven, dan moest ik het bij elkaar zoeken, eerder ik dat dan beneden heb en mijn jas aan heb, et cetera, en de booster heb gepakt, dan is het al te laat om wat te doen. Want ik had wat het een en het ander al weg willen brengen naar de kringloopwinkel. Maar dan moet je het eens wel allemaal bij elkaar zien te zoeken. Ik heb op de logeerkamer het een en het ander staan, maar het staat verspreid. Het moet even uitgezocht worden, dus ja, ik denk, laat maar. En ja, jullie zien het ook wel. Ha. En het begon net te regenen, maar het is ook zo te zien alweer droog. Maar het is wel koud. Het is grijs, het is grauw, er is niks aan. Ik heb de hele tijd mijn vest al aan en ik kan het niet warm krijgen, al is het nog zo. De meisjes liggen lekker op de bank. Heerlijk, lekker rustig. Ik ga zo'n bakje koffie maken. En dan ga ik maar beginnen om voorbereidingen te treffen voor een vlog. Ja, dan heb ik die maar weer tijd af. En dan kan ik vanavond weer tijd naar mijn bed. Ja, dus dat gaan we gewoon lekker doen. En want ik weet het allemaal niet hoor. Ik leg het tegenwoordig heel vroeg in. Voor mijn doen. Maar ik kom er wel in de ochtend al uit. Want vanochtend had ik de meisjes al gedaan voordat Erwin kwam. Dus helemaal weer top. Ja, dus ik was voor 12 er al wel uit. Maar ja, je dat je beneden bent, je moet wassen, je moet je aankleden, make-up doen, je haar doen, noem maar op. Wasmachine aangedaan, et cetera. Dus ja, dan, dat ik ben wel blij dat ik dat tegenwoordig een beetje probeer te doen. Maar ik slaap ook zo kort. Een paar uurtjes waar je eigenlijk niet genoeg aan hebt. En dan ben ik alweer wakker en dan kan ik niet meer in slaap komen. En dat is vervelend. En dan ga je er op een gegeven moment maar uit. Maar dan word je smiddags weer dood en dood en dood. Moe, dan val je zakje in. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ja, het is allemaal even proberen en doen, et cetera. En we zien wel hoe het verder gaat. Ja. Hé, meisjes, moeten jullie zo meteen koekje? Ja? Koekje? We gaan even een koekje geven, want ze zijn zo, zo lief. Ik dacht, ja, dat Erwin kwam, ik weet niet wat ze hadden. Normaal, ja, ze zijn altijd druk met Erwin. Ik weet niet wat dat is, maar heel raar hoor, is dat. Hé, meisjes. Meisjes van mij. Meisjes van mij. Ik moet puzzelen. Oh nee, ik heb nog 2 hele koekjes. Ik heb nog 2 hele koekjes. Ja, ja. Wie eerst rijken, hè? Oh, yummy. Laat je het liggen.
Laat je het liggen. Moet je nog niet. Allemaal op rij. Dat was de computer. En de telefoon hoor ik brommen. Zo, kom jij ook even? Nee, dat is voor Rijka. Lekker, hè? Zo'n heel klein stukje. De varkens staan bij een trochorijka, ik weet niet. Jij ligt erbij. Nou, hier. Kom dan. Goed zo. Hier. Yeah. Nou, dit wordt nou puzzelen, denk ik. Ik zie nog een hele, en nog een hele, en nog een hele. Nou, het wordt wel veel puzzelwerk. Deze koekjes, ik weet niet wat het is. Het zijn gewoon goedkope theebiscuitjes. Maar, ze breken heel erg gauw. Ja, het werd in een wit voor mijn raam. Ja, door een busje langs, die was wit. Maar in ieder geval, hé meisjes, was het lekker? Was het lekker? Ja, was het lekker? Was het lekker? Jo! Lekker hè? Zo lekker allemaal. Ja? Nou, haartjes moeten weg hè? Ja. Nou, haartjes moeten geknipt worden. Ja. Ik moet even eerst het schaartje zien te hebben. Dat is het schaartje. En dan moet ik nog een kammetje hebben. Ja. Even een kammetje zoeken. Kammetje. Ja, ik heb hem al. Nee, jou heb ik niet nodig. Jij hoeft niet geknipt te worden. Rijka wel. Ja, echt waar. Hé? Ja, je kind. Ja. Ja? Wat moet jij te zijn, mama? Nee, wacht. Nee, niet wegdraaien. Ik wil je oogjes vrij hebben. Kom eens hier, kind. Oogjes vrij. Ja. Oogjes vrij, hè? Kom eens hier. Oogjes vrij. Ja. Dankjewel. En dankjewel, schat. Op je neus. I love you. Rijka. Kiekeboe. Where are you? I love you. Hé? Zo, zeg maar, dan zien we weer wat we zeggen. Hé? Dan zien we weer wat we zeggen. Ja. Haartjes weg, je oogjes weg, hè? Ja. Grote meid, hoor. Ja. Hé? Ben je mooi, hè, bij de oogjes? Ja, kun je zien. Hé? Helemaal toppie weer. Ja. Echt wel. Maar ik zag nog wat.
Zo, even losse haartjes weg. Hè. Zo, dus ja, dan dus. Nou, het is maar een klein beetje. Het is niet veel. Ik hoop dat je, ja, nou ja, dat is dus alles, hè. Maar in ieder geval, het zat wel voor de oogjes. Het zit dan in de weg. Dus, maar oké, lieve, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. En doet me de lach, gaan wij hier ook weer verder mee. En ik ga dus aan het werk met een vlog die morgen weer online moet komen. En ik moet nog een vlog delen. Dus dat gaan we eerst doen. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden. Ja, de vlog die is aan het renderen. Ja. Dus dan kan ik hem zo meteen gaan inplannen bij YouTube. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik met de meisjes uit. Maar er is weer iemand binnengekomen. En dat is niemand anders dan onze enige echte Mario. Hallo. Die zit hier alweer reeds een tijdje, hoor. Daar niet van. Ja. En die daar, dat kleine monster, die vraagt te veel aandacht. Hé? En nu is ze ja, nou eindelijk stil. Maar het heeft wel een tijd geduurd, want ik heb haar aan moeten pakken en in de mand moeten gooien. Tenminste, daar naartoe moeten sturen. En nou dat vrouwtje bijna gaat lopen met ze, dan gaat ze slapen. Ja, die is wel lief, die is zo lief. Hè, Mario? Ja, zeker. Die ligt daar zo lekker te slapen. Ja, en dan gaan we naar straks weer goede tijden, slechte tijden kijken en dan weer... who is married, white, weet ik veel wat. First sight. Toch? Ja. Ja. Ja, en Mario die mag graag met de telefoon bezig zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Zolang ik met de computer bezig ben, met een vlog in elkaar te zetten, mag zij van mij dat doen. Ja. En dan straks vanavond lekker rustig genieten van de televisie. We hebben wat twee bakken koffie op en we gaan straks weer patatje eten. Hè? Ja, ja. Ja, lekker. Ik heb trek. Ik wou net zeggen. Moet je een touwtje trekken? Hé, hey, trek, trek. Ja. Trekje, trek. Hé? Ja, aan een touwtje trekken. Zo dom. Was het. Ja. Yeah. Dus ja, dat gaan we straks lekker doen en... Maar ik ga hier zo meteen met de meisjes lopen en of Mario meegaat, weet ik niet. Maar dat gaat wel bij mij voor. Eerst de meisjes en dan pas eten. Ja. Hé? Ja, echt waar. Het is alweer, hoe laat, leven we 12 minuten over 6. Dus ja, ik wens jullie allemaal smakelijk eten. Bon appétit. Voor degenen die het al op hebben, mag het wel bekomen. En ik wens jullie allemaal vanaf deze kant... Van Mario en ik zei de gek en de beestenboel een heel, heel, heel fijne avond toe. Geniet ervan met z'n allen en tot later. Doei! Zo lieve vrienden, ja, we zijn weer hier bij jullie aangekomen om van deze dag weer een afscheid te gaan nemen en naar een volgende dag toe te gaan. Want het is ook alweer reeds 8 minuten over 12 in de nacht. Dus ja, 00.08. Dus we gaan zo meteen lekker weer een bedje toe. En ja, dat zeggen wij altijd gewoon op onze manier. Wel rust allemaal. Lekker slapen met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Degene die werken moeten, werk ze. Degene die vakantie hebben, nou een hele fijne vakantie gewenst. Degene die naar school moeten, et cetera, leer ze en heb een fijne dag morgen allemaal. En ja, ook jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!